Bladzijde 74. Bid tot de Heilige Geest. En de Vader, de Zoon, de Heilige Geest aan. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw geloven en ontsteek in het vuur van uw liefde. Zet uw geest uit en zet terug geschapen worden en zul de taal van de aarde vernieuwen. Laten we bieden, of wat in de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef ons dat wij door dezelfde geest van ware wijsheid bezitten en ons altijd op zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen. Bisschop Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Elke Jozef, bid voor ons. Elke Raimondus, bid voor ons. Elke Justine, bid voor ons. Aartsel Gabriel, bid voor ons. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mensen, we zijn hier terug en we hebben het artikel waar we blijven dat God de schepper is van eeuwen en aarde, hebben we een beetje uitgetrokken. God heeft alles geschapen, dat weten we. En dat omhelst alles waar we ook maar kunnen zijn. En vooral de engelen en de mensen. Waarom zeg ik nu vooral de engelen en de mensen? Omdat de engelen en de mensen God kunnen kennen en beminnen. Dat kunnen de mineralen niet, kunnen de planten niet, kunnen de dieren niet. Zij hoeven alleen maar te zijn wat ze zijn. Een plant moet een plant zijn. Een dier moet zich als een dier gedragen. Toen God verwacht had van de engelen en van de mensen, dat ze het ook als engelen zouden gedragen om te zeggen, God loven, kennen en beminnen. Maar van engelen, die gezegd hebben, dat doen wij niet. Dit is een duivels geworden. God heeft hen gestraft. En heeft zijn liefde teruggetrokken, zijn liefde teruggetrokken, en heeft hen gestraft, en zij zijn gaan leven in de haat. De engelen, de gevallen engelen, bedoel ik dan de duivels. Wat doet het ook met de mensen? God heeft de mensen geschapen, met een sublieme combinatie van geest. En materie, op kruising van geest en materie. En God zal de mens speciaal bijgestaan. Doe dat nog. Heeft aan iedere mens een hele waarde gegeven. En zie, de mens kan vallen. De mens kan Gods wil niet doen. De mens in Adam en Eva, de mensheid, zullen we zeggen, heeft God zwaar beledigd. Niet dat dat iets aan God doet, maar God is liefde. En wanneer we niet beantwoorden aan de liefde, dan doet dat veel pijn. Mensen hebben dat allemaal zelf levende lijven ondervonden. Maar dat is maar menselijke liefde. Het is eindig. Wanneer de goddelijke liefde geraakt wordt, dat is oneindig. Daarom gaan we dus zoals gezegd, God heeft de engelen geschapen, dat hebben we al gezien. We zijn aan de gevallen engelen en nu vandaag gaan we het hebben over de mens en de erfzonde. Wat is de mens? De mens is een redelijk schepsel van God. Een schepsel van God. We behoren niet onszelf toe. Dus
samen uit een onsterfelijke ziel en een sterfelijk lichaam. Redelijk wil zeggen dat we een verstand hebben en een wiel. En dat onderscheidt ons van het dier. Wij kunnen kennen en willen. We kunnen kennen en niet willen. En we kunnen eigen beslissingen nemen. We zeggen ja. En we kunnen nee zeggen. We kunnen het zo doen of anders doen. We hebben erover nagedacht. We kunnen niet zeggen van een dier. Een dier zal altijd hetzelfde doen. Zal zijn nest altijd hetzelfde bouwen? Zal zijn prooi altijd op dezelfde manier aanvallen en verslinden? Enzovoort. Maar een mens niet. Een mens kan dat veranderen. Ineens. En dat getuigt dat we een wil hebben en dat we een meerwaarde, een geestelijke meerwaarde. De mens onderscheidt zich ook van het dier, dat de mens een ziel heeft die een geest is. En eens die geest geschapen, dan laat God die bestaan en dan is het wat wij zeggen, de mens heeft een onsterfelijke ziel. Na de dood, wat het scheiden is van lichaam en ziel, deze week heb ik nog een paar dode mensen bezocht. Ze lagen er op een dodenbed, hun lichaam onbeschermd, ze sliepen, maar ze waren dood. Het leven, het principe van leven was weg, de ziel was daar niet meer in. Ze bewoon niet meer. Daar ziet men heel goed dat de mens bestaat uit lichaam en ziel. De ziel was weg. Zeker, het lichaam werd niet meer bezield. En de mens in de ziel, die speciale schade is voor dat lichaam. Iedere mens heeft zijn eigen lichaam en een eigen ziel. En die ziel, die zal niet in een ander lichaam gaan. Geloof niet in de reïncarnatie, dat is een filosofische dwaling. Wij, christenen, katholieken, wij weten dat we één leven hebben, één proeftijd, en dat wij geoordeeld worden zodra wij sterven. En dan zal God Jonendig, eerlijk, ons loven, ons belonen voor de goede werken en ons straffen voor het kwaad dat we gedaan hebben. En dan naar gelang het evenwicht daarvan, zijn er meer de goede werken dan kwaden, komen uiteindelijk in de hemel terecht, zijn van weer het vaartuur, en er zijn de kwade werken, de doodzonde. Die niet vergeven zijn, God gaat weg van mij. Dat kunnen wij niet van God niet verklaren. Want we weten, wij hebben ons afgekeerd van God. Was maar één keer. Voor mysterie. Dus we hebben een onsterfelijke ziel na de dood, wat wij hier nog op aarde noemen. Blijft ons lichaam bestaat uit delen, zal afbrokkelen. Maar onze ziel bestaat uit geen deel, onze ziel is een geest, blijft bestaan. Het wordt het mysterie van de mens, het mysterie van de eeuwigheid. De mens is geschapen om God eeuwig te genieten. Wat is nu de ziel? De ziel is een geest
die door God werd geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Om verenigd te worden met een lichaam. Zoals je zegt, een geest. God is een geest en wil dat de mens op niveau van de geest met hem kan communiceren. Daar hebben we een vaste eeuwigheid voor. Naar ons beeld en gelijkenis. God is liefde. God is kennis. Onbemind, omdat we niet gekend hebben. En er is een naam dat zegt, Heer, ik begrijp goed waarom veel u niet meer mensen kennen. Ze doen geen moeite om u te kennen. Zouden ze u kennen, ze zouden u beminnen. Maar ze zijn dus geïnteresseerd. Een heel groot mysterie. Waarom is de ene wel geïnteresseerd in de kennis van God en de andere niet? Ze zien zijn kennis van zichzelf, dat God zichzelf voortbrengt, wat wij noemen het woord, de tweede persoon, die mens zal worden. En God wil dat wij hem eeuwig gaan schouwen en genieten. Dat we zeggen, zien, kennen. En die kennis is net onvermijdelijk tot een liefde. Zo heeft God ons geschapen. Met dat doel. En gelijkenis, we hebben een wil om het goede te doen. Niet om het kwaad te doen. Het is een volk van de ergste. Mensen mag geen kwaad doen, mensen mag alleen maar goed doen. Dat is het wil van God. En zoals gezegd, onze ziel is specifiek geschapen voor dat lichaam. Dat lichaam dat verwekt wordt door man en vrouw, daar komt het lichaam uit en God schept daar een ziel die daarbij past. En ik was niet aan iets anders bij. Een heel mooi mysterie. Maar wonderbaar. We moeten de goede God geloven. Dat is het plan van God. Hoe is de ziel geschapen dan naar ons beeld en gelijkenis? De ziel is geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Doordat ze begaafd is met zijn verstand en een wil. En geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Dat is belangrijk. God had ons kunnen scheppen met verstand en wil, en aan de dood is gedaan, zoals de materialisten zeggen. Nou, en zoals momenteel heel veel westerlingen zijn, die zeggen: met de dood is gedaan. Zijn we drie die zichzelf, of zijn de dromen door anderen die hun leven wijsgemaakt? Met de dood is het niet gedaan. De dood begint. De dood is een scharnierpunt in het leven. Tot aan de dood hebben we de kans om onze eeuwigheid te verdienen, de graad van verdiensten, om dan naar iemand te gaan genieten, bezitten, benieuwen, in de volheid van het bovennatuurlijk leven, van het hemelse leven. En daarom heeft de God de mens geschapen om dat bovennatuurlijk leven, het hemelse leven, dat we zien van God te verdienen. Maar hoe God heeft aan de mens aan het leven al in het begin uw wil daartoe gegeven. Wat wij bovennatuurlijk noemen. Boven het leven van de genade. De mens kan al nu nog, als hij in staat van genade is, kan in de liefde van God leven, dat wil zeggen, reeds denken zoals God denkt, dat wil zeggen, alleen het goede willen en doen, beminnen omwille van God. Al die deugden, de christelijke deugden beoefenen, omwille van God, dat is het bovennatuurlijke leven, het plan van God, volkomen beleven. En dat toegeven door God, door het doopsel,
Katholiekooster, de genade, de dozenrecht, het kind of de mens staat mee om christelijk te kunnen leven. Het is dus belangrijk om dat in te zien en u heel goed te doordringen. Mijn ziel is onsterfelijk. Na de dood zal ik de vruchten dragen van mijn handelingen hier op aarde. Na de dood. Dus je kunt je leven zomaar niet inrichten zoals je in de wereld ziet. Zoals het voor de mensen wijs maakt, na de dood is gedaan. Je leven erbij is de grootste leugen die er bestaat. De mensen worden bedrogen. Velen worden bedrogen. Sommigen zeggen, als ik denk aan de mensen die in de incarnatie geloven, ik kan als nu mijn leven niet waarder maken, ik heb een volgende leven, ik kom terug. Het is een leugen voor altijd, zoals ze zeggen, als hun leven nu niet waarder maakt, is onze plannen van God, zullen we de rest van hun leven van ons verwijderd zijn. Dat is het eeuwige leven. En dat geen omkering. Onze ziel is onsterfelijk. Waartoe is de mens geschapen? Dat is dus wat verder. De mens is geschapen om God te kennen, te beminnen en te dienen in dit leven. En een eeuwige aanschouwen en genieten in de hemel. Om God te kennen, om te verstaan, om te beminnen met ons hart. En te dienen, waar we zeggen, de dierenboden onderhouden. Die dierenboden zijn één voor één lijken van liefde. Ze beschermen ons tegen onszelf en tegen het naaste. Ik word niet graag gestolen. Van dierenboden, ik zal niet stelen. Mijn evenaarste wordt niet graag gestolen, ik zal niet stelen. En zo kunnen alle geboden overlopen. Dus dat betekent God dienen. En als ze dat hier een paar keer gedaan hebben, als ze aan dat plan beantwoord hebben van God, dan mogen wij God tot een volle genieten in de hemel. Let wel op. De goede God laat ons hem reeds hier op aarde genieten. Als wij zijn plan hier op aarde volgen. Maar dat zal een volheid hebben in de hemel na de menselijke dood, zoals wij dat zeggen. Na de dood. We zullen zien van aanschijn tot aanschijn. Nu moet het geloven, zegt de Tossie. Paulus dat heel goed uitdrukt. De mens, in concreto ik, de mensen rondom mij. En als we spreken van de mens, dan willen wij graag weten wie zijn mijn voorouders. Mijn voorvader. Hoe ver kunnen we gaan? En we komen onvermijdelijk terecht bij de eerste mensen, bij het eerste mensen op de aarde bij Eva. Die rechtstreeks door God geschapen zijn, die niet verwekt zijn door een mama en een papa, maar die door de hand van God gemaakt geschapen zijn. De eerste mensen op. En het is een katholiek. Geloof nu dat alle mensen voorkomen van Adam en Eva en van niemand anders. En Adam en Eva is heel concreet een man en een vrouw. Heel concreet. Het is dus geen collectief begrip. Het is aan hen dat God gezegd heeft, de mensen. God is begonnen met één mensenkoppel. Mensenkoppel, dat vruchtbaar moet zijn. Verweer vruchtbaar.
niet. Het lichaam uit niet. Zoals je heel de schepping uit niet. Bij de God is er niets. God is onbeschaamd. En de ziel heeft God geschapen. In Genesis kun je lezen, in de Bijbel kun je lezen dat God erin blies de geest. Een heel mooie uitdrukking om te zeggen: God heeft een stuk van zichzelf gegeven. God is geest. God heeft laat de mens deelnemen aan zijn geestelijk leven. Het zijn moeilijke begrippen, omdat we God niet gezien hebben. God is geest. Wij zijn mensen, wij denken mensen. Maar het is heel mooi. We zijn dus rechtstreeks door God geschapen naar lichaam en ziel. En telkens wanneer man en vrouw bijeenkomen en is een bevruchting, dan schept God de ziel. De ziel die hem kan kennen, ziel, verstand en wie. Dat is heel mooi. En in de Bijbel kun je lezen dat Adam eerst geschapen is en dat dan Adam zegt: ben je alleen, dat is ook geen leven. Die dieren, dat is allemaal mooi, maar ik vind niemand met wie ik communicatie kan hebben. En dan is een van de geschiedenisverhalen dat God Eva geschapen heeft uit de riemen van Adam. En dat is alleen maar om aan te geven dat man en vrouw één zijn. En wat het uur betreft, daarom verlaat de man zijn vader en zijn moeder om zich te binden aan de vrouw en ze zullen één vlees zijn. Dat gaat heel diep. Ze moeten één worden. Zoals de mens één worden met God, die gedachten doen en laten. Man en vrouw naar elkaar toe groeien om een huwelijk tot de volheid te brengen van die eenheid. We zullen elkaar aanvullen. God heeft de man andere kwaliteit gegeven als aan de vrouw en omgekeerd. En samen vormen zij de mens. Ze vullen elkaar aan. Subliem. Subliem. Ik hoor jullie alle vrouwen zich anders als mannen en mannen als vrouwen. Dat is niet van God. Het is een must van de wereld, modern zijn. Een must van Satan. Een man is een man, een vrouw is een vrouw. Een vrouw wordt moeder, een vader, een man wordt vader. En ze hebben samen iets. Een geheel te maken dat een eenheid groeit, zoals God eens, zoals de Vader eens met de Zoon. Ik ben gestaan, hoe heeft God dat in de Eva geschapen? Die dus zegt, God heeft alle de Eva geschapen in de staat van genade. En wat lukt naar het lichaam en zien. En heeft zijn plaats in het laatste paradijs. Dat wil zeggen dat de mens van in het begin aangenomen is als kind van God, dat transcendeert, dat ging hoger dan zijn natuurlijk leven. Natuurlijk leven kennen wij, dat is het precies de erfzonde, als de mens sterft, vergaat hij. De mensen van aarde heeft God niet gezien, hij kent God niet, en moet God leren kennen. Maar dat was bij aarde helemaal niet het geval. God had hem van in het begin vergeven, ten eerste op de kennis van God, de spraak met God, de kennen van God, zijn God
opdracht gekregen van God en zij zouden niet moeten sterven. Dus zij kregen een bovennatuurlijk leven, buiten het natuurlijk leven zoals wij dat kennen. En ze waren gelukkig. Ze hadden alles wat ze moesten hebben om als man en vrouw te leven en om de wereld te bevolken. Meegelukt u. Maar ze werden door de God ook beproefd. Door de God willen zien, het niveau van uw liefde die is hem. Maar alles op zijn tijd. En door de God had hen beproefd nog gepraat over God is een einde goed. God had alles gemaakt voor die man en die vrouw, voor het mensenkoppel, voor de mensenkinderen. Pracht van het aan, wat draaien allemaal perfect. Wij zien het is een echt aards paradijs, dat begrijpen wij allemaal, dat draait allemaal perfect. Je moet er niet werken, in de honger, je neemt van vruchten die je tegenkomt, en je geniet van de zon. Kan niet op. En je bekijkt de aarde, hoe prachtig het is, en je zegt, God zij geloofd en geprezen. Zo mooi. Mensen moeten niet meer doen, God loopt en prijzen. Zo heeft God de mensen samen. Wow. Die plaats is niet specifiek een plaats zoals ze zeggen, in Brussel en in Antwerpen. Hoe God zegt, het aardparadijs. Het is dus toch wel de plaats waar zij in geplaatst zijn. En wat als de mensen aan de schaamweg de boven te betekenen, zijn dan die gaan. Dat op zich zegt wat boven natuur is, dat gaat de natuur boven de natuur. Dat gaat daar over. Wij noemen dat ook erg wakende genade. Dat wordt het kind van God en je kunt je communiceren op het niveau van God. En de mensen dat gekregen op een uitzonderlijke wijze. Hij was kind van God, aangenomen kind van God. Hij kon nu God genieten en als vrouw na zijn beproeving. Beproeving van liefde. Dat betekent, hij moest niet sterven als hij op haar manier, als hij de God bewezen heeft hoe groot zijn liefde is, maar op een gegeven moment. Weggenomen hebben en in de hemelzaal, om het zo uit te drukken, kon hij dan verder eeuwig genieten, eeuwig aanschouwen. Dat was het plan van God. Dat noemen we bovennatuurlijk. Dat plan van God. En met de graven schoon komt dan aan. We kennen allemaal onze natuur, onze gevallen natuur. We zitten allemaal met een drievoudige begeerlijkheid. We willen meer. We zitten met ongeordende voortplantingsdrift. En we gehoorzamen niet graag. We hebben nu door dat bovennatuurlijk leven. Adam en Eva dat helemaal niet. Zij hadden geen last van de kwade begeerlijkheid van het vlees. Ze moesten niet sterven. Ze moesten dus ook niet lijden, want het lijden is de weg naar de dood. Ze hadden voldoende kennis, wat ze moesten weten, om God te dienen, te loven en te beminnen. Ze waren gelukkig, zonder zorg. Ze hadden niets gekocht. Nooit zorg. Ze konden met God spreken. Alles was er. En Adam heeft dan die genade en die gaven ontvangen om dat door te geven aan zijn kinderen. Had Adam en Eva niet gezondigd, het zou doorgegeven zijn. Tot de dag van vandaag in ieder van ons. Maar Adam heeft gezondigd.
Adam is niet getrouwd gebleven. God heeft gemaakt dat de mens kon zondigen. Maar hij moest niet zondigen. Klopt nu al. En de mens had dat niet gedaan. Maar Lucifer, de duivel, was niet geweest. Ze waren, zoals staat in de schrift, ze waren gelukkig. Ze hadden niets tekort. We noemen dat de oorspronkelijk geluk. Oorspronkelijk. Maar zoals gezegd, God biedde aan de mens, zoals hij toen bij de engelen gedaan heeft, zien in welke mate zij van hem hielden. En zoals de engelen beproefd zijn geworden, zo is het ook aan Adam en Eva gegeven. God had gezegd: van die boom mocht van alle vruchten eten. Die boom blijft zij af. Gehoorzaamheid. Je moet alles doen behalve dat. Gehoorzaamheid. Zo belangrijk is de deugd van gehoorzaamheid. En Adam en Eva zijn in tekort gekomen. Op aanraden van de duivel. U weet het, de engelen zijn geschapen. En een groot deel van de engelen moeten de mensen dienen en helpen. En de duivel is een gevallen engel. Die kon nog tussenkomen bij de mensen. Die kon de mens een beetje, wat zou ik zeggen, forceren. Niet verplichten, maar wel aangeven. Alleen God kan in de wil van de mens. In verstand rechtstreeks, daar kan dat niet. Maar de duivel werd suggereren. En zo zei de duivel aan Eva: kijk, zijt jij gelukkig, mevrouw? Ik geloof het niet, want je mocht niet van alle bomen eten. Maar Eva zei: er zijn bomen genoeg, dus we hebben alles wat we nodig hebben. De duivel zegt: zijt jij daar wel zeker van? En Eva is gaan. Misschien ben ik toch niet gelukkig. Want. En Eva heeft geluisterd naar de duivel in plaats van de appel. Eva had dat niet nodig van die boom te eten van kennis en goed. Eva zegt aan de duivel: God heeft gezegd, als ze daar een eten zullen bestellen. Eva wist niet wat ze er was. Maar wat ze doen, dat ook gezegd is, geen idee van. De duivel zegt: dat is niet waar. Je zult de kennis hebben van goed en kwaad, maar sterren zult u niet. En Eva heeft meer dan zijn pent geluisterd naar God. En God heeft gestraft. God was in zijn liefde zo diep geraakt. Dat is zo veel gedaan voor mensen. De mensen die willen luisteren naar hem. God de mensen zegt: ik moet de mens straffen. De mensen voelen wat hij gedaan heeft. Opgestaan aan eigen liefde. En buiten mij is het niets. De mensen hebben zichzelf in hun plaats gezet, zijn eigen weg gemaakt. Wat heeft de mens gestraft? In de Adam en Eva is de hele mensheid gestraft. De kinderen van Adam en Eva hebben allemaal die straf meegekregen. Allemaal. En wij voeren dat nog tot op de dag van vandaag. Wij lijden onder die straf. Wij zijn die bovennatuurlijke gaven kwijt. En we zijn allemaal, zou ik zeggen, we hebben allemaal de foute begeerlijkheid. We willen meer zaken die we niet nodig hebben. Onze hebzucht. Onze onbeoordeelde prestatie. En vooral. Oogmoed. Nee, ik doe mijn wil. Ik doe mijn wil. En God heeft de mens laten sterven. De natuurlijke dood, zoals dat er bij de dieren en de planten is, die sterven af.
Want aanvankelijk niet de bedoeling was van God, heeft God gezegd, ik laat u over aan de natuur. Nu zult u lijden en dat zal u brengen naar de dood. Dus de duivel heeft Adam en Eva beloofd. Zul niet sterven, zegt hij. Het lichaam sterft nu wel af. Alle pijn van die. Maar, als jij bent weet, op dat moment is goede God de verlossing beloofd, die een oplossing zal brengen voor die straf. De Messias, de Gezalde, Jezus Christus. En goede God heeft tegelijkertijd aangegeven de overwinning van een vrouw. De ontbreking van fijnis wordt daar aangegeven. Dan de woorden, toen God geeft aan Adam dat er een nieuwe Adam en een nieuwe Eva zal zijn. En wij, christenen, katholieken, hebben het geluk van Jezus en Maria te kennen. En het is aan Jezus en Maria dat wij ons moeten richten. Zij zullen ons nu zeggen, ons leven verder ingesteld moet zijn. Dat is eigenlijk vandaag het allerbelangrijkste. Nu worden wij dus geboren met de erfzonde aan ons been. In de doodsel wordt die erfzonde weggenomen, maar de strijd, de beproeving is nu veel harder dan wat Adam en Eva, de eerste mensenkoppel en één en alle anderen zouden moeten doorstaan hebben. Maar wij kunnen nu wel leren van de genade van Jezus en Maria. En daar ligt nu onze kracht, onze hoop, ons leven, Jezus en Maria. In de omgekeerde ontvangenis en in het heilige hart van Jezus vinden wij alle remedies voor eenders welk kwaad dat hier op aarde kan gebeuren, geschieden of ons overkomen. Daarom laten we mee eindigen met de wezen groetje en het gebedje dat de moeder God zichzelf gebracht heeft en dat op de wonderdaad die daarin staat, om Maria zonder zonde ontvangen, bied voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bied voor ons en u zegt, spreek ons voor de beste bij uw zoon, onze verlosser, Jezus Christus. Amen. Aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Jezus, ik vertrouw op u en ik hoop en reken op u, ontferm u over mij. Amen. Van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.